In de charmante boerderij van Dorst kwamen Martien Meiland en Caroline van der Plas voor een verrassende ontdekking. Niet alleen deelden ze dezelfde kapper, maar het lijkt er nu op dat ze ook een genetische connectie delen. Een onverwachte wending in hun vriendschap onthulde dat Martien en Caroline verre familie van elkaar zijn. Vol enthousiasme deelde Caroline haar opwinding met shownieuws. Het is om te gillen, riep ik uit toen ik het ontdekte. De BBB-politica kon haar geluk niet op met dit nieuwe familielid. Het verhaal kwam aan het licht door het TikTok-account Stamboom van Nederland, dat beweerde dat de oud-overgrootouders van Caroline dezelfde waren als de oud-grootouders van Martien. Met andere woorden, ze delen maar liefst 1% van hun genetisch materiaal. Zodra Caroline op de hoogte was, stuurde ze Martien direct een opgetogen berichtje: ik stuurde hem meteen, hé, hey, we zijn familie. Hij vond het ook hilarisch. De ontdekking van een verre familieband lijkt de vriendschap alleen maar te versterken. In het programma Boerderij van Dorst werd al duidelijk dat de twee een bijzonder goede klik hadden. Caroline vertelt: Ik vind het echt een fantastische vent. Hij is zo grappig, leuk en aardig. Waarschijnlijk stroomt datzelfde bloed nu door onze aderen. Caroline kan haast niet geloven dat zij en de flamboyante BNR een bloedband delen. Het is gewoon echt waar, Martin en ik zijn familie. Kerstmis zonder Martin is voor mij niet meer compleet, grapt ze met een knipoog in shownieuws. Het lijkt erop dat deze onverwachte ontdekking niet alleen een genetische link heeft blootgelegd, maar ook een blijvende band tussen deze opvallende persoonlijkheden heeft gesmeed.